Ik weet ook, het boek was een enorme... er was een periode overgaan, je hebt ermee geworsteld met het boek. Ja. Nu heb je het, nou ja, het ligt voor je. Ja. Wat is dit voor jou voor moment? Nou, dit gaat heel heftig klinken, maar dit boek is voor mij het bewijs dat ik een schrijver ben, die ik altijd ben geweest. Ik denk dat ik een autodidact ben, wat ik vertelde in mijn NRC-interview dit weekend. Ik ben niet in boeken geboren. Ik heb wel vrienden die in boeken zijn geboren, dus ouders die lezen en schrijven. Dus als autodidact en probeer om dicht bij jezelf te blijven en toch de kans krijgen op een goede podium om je ideeën te ontwikkelen. Dus dit zijn hele heftige dagen voor mij. Ik heb een column bij NRC. Dankjewel Peter. Waar is Peter? Oh ja, en Lotfi. En René Moerland. Ja, die had je al, maar het is nu een vaste column. Ik heb een vaste column en dat is geen grap. We hebben het over NRC hier. Ik heb dit boek bij Prometheus geschreven. Het is ook geen kleine jongen. Dus... Het zijn hele heftige dagen voor mij en voor mij ook het bewijs dat ik een schrijver ben die ik altijd wilde worden. En dat is ook mijn boodschap. Als we het hebben over inspiratie, in mijn boek zeg ik, maak je een onderscheid. Als je echt een succesvol integratieverhaal wil, moet je gewoon het eerste deel lezen. En ik denk dat we behoefte hebben aan inspiratie. Dat je aan de hand van een persoonlijk verhaal kan zien dat het mogelijk is. Ja. Om je dromen te verwezenlijken, zolang je dicht bij jezelf blijft. Ja, ja. Maar ik hoop dat het daar niet bij blijft, want inspiratie kun je niet eten. Uiteindelijk moeten we samen nadenken hoe wij dus burgerschap gaan vormgeven. En dat is ook wat ik als schrijver probeer te doen. Als het nodig is, moet het scheuren. Mm. Maar wat is de uitdrukking? Zonder scheuring geen glans? Zonder wrijving geen glans. Ja, dat precies. Yeah. Dus ik hoop dat het mag scheuren en dat we het aanlikken samen een gezamenlijke toekomst bouwen. Zeker. En dat gaan we ook allemaal doen. Tegelijkertijd, als je het hebt over scheuring en het mag een beetje wrijven, dan heb je ook bij jezelf dat gedaan in dit boek. En ik wil daar toch even mee beginnen, want jouw boek is inderdaad, het eerste deel is jouw persoonlijke reis naar Nederlanderschap. Hè, vanuit het AZC, hoe je vervolgens naar Amsterdam ging, maar eigenlijk nog daarvoor, het begint in Congo. Het tweede gedeelte van het boek is vervolgens, hoe gaan we om met de ruimte die in Nederland er is? Ja. Hoe gaan we om, je hebt er in een huis als metafoor en, en daarin zeg je, wie mag er aan tafel meepraten? Wie bepaalt er wat er op het scherm te zien is? Ja. Wie kijkt er door het raam naar binnen en mag er niet bij horen? Maar aan het einde, en ik dacht dat toch, dan stel jij toch de vraag aan de lezer. Bent u tot de conclusie gekomen dat ik het recht heb om een Nederlander te worden? Ja. Waarom vraag je dat aan die lezer als je daarvoor zo goed hebt beschreven wat jij allemaal doet? Hoe jij, zeg maar, ten eerste juridisch Nederlander bent geworden. Ga je dat nu verklappen? Cliffhanger in het boek. We spoelen hem terug. We spoelen hem terug. Dit hebben mensen niet meegekregen. De vraag is open. Nee, maar dat is wel een belangrijke vraag. Ik stel mezelf daarmee bloot. Volgens mij is dat wel... Ja, ik probeer de lezer daarover te laten nadenken. Maar ik ga ook een stap verder. Mm-hmm. Want ik stel ook de vraag, vind jij dat je het recht hebt om een Nederlander te worden? En wat heb jij daarvoor moeten doen? Ja, want ik heb best wel veel moeten doen om mezelf een Nederlander te kunnen noemen. En ik hoop dat heel veel Nederlanders daar stil bij staan. Dat Nederlanderschap niet iets, het is niet een natuurkracht of zo. Het is iets wat we met elkaar maken. Mm. Dus door die vraag te stellen, maar ook aan de lezer, hoop ik dat reflectie op gang komt. Maar het klopt inderdaad. Ik ben best wel kwetsbaar in dit boek. Maar ik hoop dat ik daarmee mensen kan raken. Dat ze daardoor wat lang over nadenken. Maar is Nederlanderschap dan een voorwaardelijk iets? De indruk heb ik. Althans voor sommige mensen. We maken een onderscheid tussen de gewone en de ongewone Nederlander. Ik stel hem nu even heel scherp. Mm-hmm. In de analyse van de afgelopen jaren zie jij het onbehagen zoals dat begrip nu ingeburgerd is in de samenleving. En in een poging om dat onbehagen te beantwoorden zie je dat politici en denkers een hele platte statistische invulling van Nederlanders, Nederlandschap geven. En ik denk dat dat gevaarlijk is. Ja, Jan-Willem Daverdak, de grote socioloog van Nederland, ook de grote denker van het thuisdenken, heeft dat uitgebreid gedocumenteerd. Ik citeer hem ook uitgebreid in het boek. Het heeft een gevaar omdat je daarmee
een groep Nederlanders uitsluit. Ik heb het van dichtbij gezien. Vrienden die zich geen Nederlander meer voelen. Ja. En ik denk dat, ik hoop dat biculturele Nederlanders met meer trots dat Nederlanderschap kunnen claimen. En dat hebben wij ook gezien. Hè? Als het gaat om Zwarte Pieter discussie. Dat men, ondanks hoe mensen die pro-Pieter zouden denken, het is uit liefde voor Nederland. Ja. Omdat zij zeggen, de publieke ruimte is ook van mij. En ik wil mij ook thuis kunnen voelen in Nederland. Ja, ja. Maar heb je het idee dat je daar persoonlijk in verder bent gekomen? Want je beschrijft het ook als een soort eeuwige worsteling. Aan de ene kant word je soms door mensen met een migratieachtergrond eigenlijk teruggeroepen in de zin van, zorg dat je het uit je hoofd haalt dat je denkt dat je ooit echt Nederlander kunt zijn. Het woord cynisch moet je daaraan toevoegen. Ja. Cynische Nederlanders met een migratieachtergrond. Ja. 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 Dat is wel belangrijk. Nou ja, maar in het boek reflecteer ik ook over van misschien hebben zij gelijk. Want ik kom inderdaad in een situatie waar ik met de neus op de... Hoe zeg je dat? Met de neus op de feiten wordt gedrukt? Ja. Ja, ik word nu een soort spreekwoord. Dank je wel. Maar je mag me daarvoor inzetten. Het leuke als je niet in Nederland bent geboren is dat je hiermee kan spelen. Zeker, ja. Dat heeft op mij overigens geholpen. Als je gewoon fouten kan maken of gewoon toegeven, ik weet het niet. Jouw eerste blog heette ook beperktvocabulaire.nl, toch? Ja, klopt. Ja, beperkt vocabulaire. Omdat ik dacht dat ik ondanks mijn beperkte woordenschat kon schrijven en bloggen. Dus het komt niet uit de lucht vallen dat dit boek er is. Maar inderdaad, dat ik geconfronteerd word met het feit dat die cynische biculturele Nederlanders, dat ze het wel wisten waar ze het over hadden. Dat wie Nederlander is in de praktijk nogal geraffineerd is, dat er veel meer komt kijken dan het hebben van een paspoort. En de vraag is vervolgens, hoe kun jij een nieuwe voorstelling van Nederlanderschap vormgeven? Maar dat is eigenlijk de centrale vraag van het boek. En ik maak het onderscheid tussen zich iets vaststellen, dus die statische invulling van Nederlanderschap, en zich iets voorstellen. Dat is iets heel anders. Ja, ja. Dat is veel opener en dynamisch. Het staat open voor nieuwe invullingen. En ik hoop dat we dus dat onze opdracht is. En een weg daarnaartoe is natuurlijk een collectieve therapiesessie. Ja, precies. Want dan raken we eigenlijk aan de kern van het boek, denk ik. Dat jij, als je Nederlanderschap ziet, dan zie je, en dat gaan we straks helemaal uitspinnen nog, hoe dat heel erg statisch wordt gedefinieerd. Met een hang soms naar het verleden, met een hang naar wat wij denken dat Nederland is. En jij zegt, je geeft niet het antwoord wat een dynamische invulling moet zijn van Nederlanderschap, maar je zegt, daar ligt de richting voor het antwoord. Yes, en het begint met de erkenning van de complexiteit van de samenstelling, de demografische samenstelling en transitie van Nederland. Niet heel uitgebreid, maar ik beschrijf ontwikkelingen zoals transnationalisme. Mm-hmm. We hebben het gezien met de Turkse coup. Dat je aan de ene kant in Nederland kan wonen met de ene voet, met de andere voet in een land als Turkije, maar ook Congo. En dat is de realiteit van nu. En het is niet per se iets, het is niet nieuw, het is altijd zo geweest. Nederlanders die naar Amerika verhuisden hadden ook banden met Nederland. Maar door die globalisering is het steeds makkelijker dat mensen, burgers, dat ze meerdere identificatie hebben. Ja. En ik denk dat dat een van de centrale vragen is van onze politici, niet zozeer in beleid, maar in denken en mentaliteit, dat we bewust zijn van de complexiteit en aan de hand daarvan samen reflecteren over Nederlanderschap. Ja, ja, ja. Ik gebruik zelf woorden zoals polygamie en monogamie. Heb je een polygame relatie met Nederland of een monogame relatie met Nederlanderschap? Ja, bij jou in de praktijk zullen wij zeggen, het team heeft een monogame relatie. Ja. Kan je ook niks aan doen? Nee. Ja. Maar als ik het zo hoor, maar dan raken we toch aan de kern. Als ik het zo hoor zeggen, is het ook een gemis. Nou, niet zozeer. Want dan waarderen we de kracht ook niet van je identificeren met meerdere plekken. Dat is de oproep en de opdracht, denk ik. Ja. Dus een van de kenmerken van burgerschap is dat aan de ene kant gelijk staat, gelijk bent voor de wet. Ja. Maar je bent ook verschillend. En eigenlijk draait het om het erkennen van de verschillen. Mm. Dat sommige Nederlanders misschien meerdere verledens hebben. Overigens, alle Nederlanders hebben migratieachtergrond. Als je echt terug in de geschiedenis gaat. Dus het is heel curieus dat mensen zich beroepen op
het hier geboren zijn. Ja, ja. Dus we zijn allemaal migranten, of ook migranten door de tijd. Ik citeer Mohsin Hamid, die dat heel mooi zegt in Exit Waste. Dus de wereld is zo complex, dat en met corona hebben wij dat gezien, dat je de ene dag naar bed kan en de volgende dag wakker worden in een wereld die totaal verschilt. Ja, ja. Waardoor je het gevoel van vervreemding ervaart. Dus het erkennen van de complexiteit en het feit dat we niet per se hetzelfde zijn om een huis samen in te richten. Overigens dat metafoor van het huis, ik hoop dat we daarover kunnen praten. Zeker, ja. De problematische aspecten daarvan. Nou, we hebben de grote socioloog, Jan-Willem Buivendak, die gaat het ons uitleggen. Maar als je hem nog drie keer de grote socioloog geeft, wordt het voor hem wel heel moeilijk om kritisch te zijn op jouw metafoor. Ja, sorry. Ja. Moeten we maar even mee. Ik wil nog één ding vragen en dan gaan we door. Dat is namelijk, we hebben al een hoop concepten behandeld uit jouw boek, maar één concept is, jij maakt je ook zorgen om hekjes denken. Ja. En dat zet je naast hokjes denken. Kun je nog heel kort uitleggen wat het verschil daartussen is? Nou, hokjes denken is natuurlijk heel normaal en menselijk. Hekjes denken is iets heel anders. Naar bewuste plaatsen van hekken tussen mensen, omdat zij anders uitzien. Omdat ze een andere geschiedenis hebben. Of omdat ze een ander standpunt hebben. Ik zie het gebeuren in het publiek debat. En ik denk dat dat gevaarlijk is. Mm-hmm. Als je andere mensen gaat ontmenselijken. Dus mijn boek is ook, of de therapiesessie is eigenlijk ook een poging om dat hekjesdenken te doorbreken. Dus, twee krachten kun je zeggen, illustreren dat hekjesdenken. Dat is racisme. Mm-hmm. Nou, voor heel veel Nederlanders is in de loop der jaren duidelijk geworden dat wij ook lijden aan institutioneel racisme, maar ook culturalisme, waar ook voor mijn ogen islamofobie onder valt. Maar die twee dingen hangen samen. En ik denk dat we dit soort krachten, dat we de onderhoudse emotie moeten begrijpen, waarom mensen zich roekeloos en harteloos gedragen ten opzichte van de ander. Ja, dus als achter iedere lelijke emotie schuilt iets. En ik denk dat een therapie een goede methode is om te weten wat zich op de oppervlakte speelt. Ja. Nou, ik heb natuurlijk niet het antwoord gegeven, maar ik heb bijvoorbeeld Tanja Yatnanansin aangehaald. Ja, stadsdeelvoorzitter Zuidoost. Ja, een oud-Kamerlid voor de PvdA die het LEF-methode met haar scholieren heeft ontwikkeld toen ze Kamerlid was, rondom polarisatie. En LEF staat voor luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. Empathie tonen, dus jezelf in de ander kunnen verplaatsen. Maar ook feedback, wat het met jou doet. Een eerlijk gesprek. Een eerlijk gesprek. Ja. Het is een simpele basis, maar ik kan mij voorstellen dat er allerlei methoden zijn en het is ook een oproep in het boek om die collectieve therapiesessie op gang te brengen.